Terug naar mijn missie, kan ik sneller een sneeuwhelling op dan een skilift? Lopen was nog niet zo'n succes, maar misschien lukt het wel met een speciale fiets. Oh, wow. En dit lijkt me een prima sneeuwhelling om dat uit te proberen. Jee. Een beetje hulp is niet onhandig en gewoon van de allerbeste, de Nederlands kampioen mountainbiken. Hey David. Hey, gaat ie? Goed dat je even tijd had, man. David is 20 en nu al Nederlands kampioen mountainbiken bij mannen onder de 23. En hij maakt deel uit van het mountainbike-team van Olympisch kampioen Bart Brentjes. Dit is de uitdaging, hè? Ja, het wordt wel een flinke uitdaging, inderdaad. Hey, dit is mijn ultieme troef. Ziet er impressive uit. Ja. Maar jij had ook wat troeven, die wou ik eerst eens proberen. Ja, ja. Wat zat je aan het denken? Ja, ik heb deze banden hier meegenomen. Die zouden goed moeten zijn voor op de sneeuw. En kunnen we hier proberen om mee omhoog te fietsen. Ja. We gaan dus eerst proberen om met een gewone mountainbike de sneeuwhelling op te komen. Hé, hey, een mooie fiets heb je hier. Hé, ga je in een pakkie? Ja, dat is echt de fietskleer, hè. Kijk, je hebt wel vaker een berg op gefietst. Ja, zeker, maar eigenlijk nog nooit in de sneeuw. Dus, nee. Oké. Zullen we gewoon een keer proberen? Ja, is goed. 3, 2, 1, tijd loopt. Om sneller te zijn dan de skilift in Finland moet ik 9 km per uur halen. De lengte van deze piste is 300 meter, dus moet ik binnen 2 minuten boven zijn. Nee! Kijk, ik wil wel. Kom maar! Nou, dit gaat echt niet werken. Maar David komt in ieder geval wel een stuk verder. Hoe blijf jij gewoon? Want ik deed precies hetzelfde als jij volgens mij. Ja. Op de hele manier vlieg jij vooruit. Nou, misschien ligt het toch aan de conditie, ja. Ja, ja, conditie. Misschien ligt het gewoon aan de banden. Gelukkig heeft David nog een setje extra stevige winterbanden met een nog beter profiel. We gaan proberen dus met banden met een betere grip. 3, 2, 1. Tijd loopt. Ja, goed achter op je zadel. Oh. Ah! Ah! Nou, het wordt moeilijk met deze fiets, denk ik. Tijd voor mijn troef, deze speciale snowbike. Nou, dit ding, over grip kunnen we niet meer klagen. Want moet je kijken wat hierop zit. Echt zo'n rupsband met van die schepjes. En aan de voorkant gewoon een ski. Ja, dit zou grip moeten blijven houden. De grote vraag is, hoe ver komen we? Daarmee moet ik gewoon naar boven komen. Al zie ik er wel als een berg tegenop. Oké, daar gaan we. Start. Nou, dat trapt echt voor geen meter. Sta je dan, met je gezellige gele skipak. Hi. Oké, David. Ik geef dit echt op. Wil jij het nog een keer proberen? Ja, ik ga het ook wel proberen, ja. Oké, ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, kom maar! Heel goed! Lekker! Go, go, go! Kom op! Je bent al verder dan ooit! Dit gaat goed! Ik hou je al bijna niet meer bij! Kom op! Oké. Luister. Als de regerend Nederlands kampioen mountainbiken dat ding niet eens omhoog krijgt, hoef ik hier niet eens over na te denken, ook niet naar training. Nee. Moet je die mensen nou relaxing gaan? Dat is wat ik wil. Alleen dan zonder een lift. Straks zie je met welk apparaat ik hopelijk wel sneller kan zijn dan de skilift. Hoe loopt dit af? De derde stap vind je hier. Hier kan je nog andere beroepen vinden en daar kan je jezelf abonneren. Dus ik zou zeggen, zorg even dat je die al geklikt hebt en ga daarna naar het vervolg. Hoe loopt dit af?